maar voorstellen, maar ik zou het leuk vinden als Lotte hier al was. Kom op! Kom op! Spierballen even laten zien! Ja,
We hebben nog 8 ronden te gaan. Gedubbelde run. De tweede werd in omloop van de 7 heuvelen toen de wedstrijd wist te winnen. En dit jaar ook uitstekend. Gepakt. Kunnen we opnieuw beginnen? Hebben we nog vrouwen die het opnieuw gaat proberen? Die gezelschap gaat krijgen van Lennart Berghof? En je kunt die gezichten echt uittekenen op dit moment, want wat moeten ze fietsen? 70 kilometer, dat is veel voor een amateurwedstrijd. En niet meer. Nee, Reesu! Nou, teruggepakt. Ik dacht Kars Jansman die erbij gekomen is. 2 man aan de leiding. Het gaat hard voor je. Het gaat super hard voor je. En kijk eens naar de peloton. Dit zijn allemaal poppen aan het touwtje. Poppen zonder spring. Zo achter elkaar fietsen. En geloof in mij, die laatste mannen die hebben het het moeilijkst. De ronde van Stokken. Kars Jansman alleen. Natuurlijk, u moet hem een applaus geven. Kars Jansman, laatste ronde. Dan voor de kop bij de Maarten Jansson, laatste ronde. Jansman gaat de ronde van Rijssen dwarsstuur. Dwarsstuur is te winnen. Hier is u. Geweldig. Een amateurwedstrijd.
De pompeut. Die mag even, ja. Dat een beetje uit de sportwereld. Je hebt zelf nog gevoetbald. Ja. Was dat wat? Jawel. Toch wel? Ja, ik was verdediger. Je was verdediger, oh, oké. Okay. En een sterk elftal is dat altijd goed spelen. Dus dat kan bijna rustig. Maar eerst Lotte. Lotte Altena is onze rondemis. Dit is Maarten Jansen. Maarten. Ja. Geef hem eerst maar eens een applaus, dames en heren. Ja, met reizen zijn roots. Nu in Hengelo, maar er worden wel meer van. Een koers zeg. Ja, het was echt eerst heel gesloten. En het laatste dacht ik van, ja, de laatste ronde ik heb vaak geprobeerd. En, Nummer 3, dat maken we er in ieder geval van. Lotte, aan jou de eer om de eerste bloemen te overhandigen aan Maarten Jansen. Dames en heren, Lotte en Maarten, maar vooral Maarten in dit geval. Hey. Die is er wel, hè? 70 kilometer, ja, branden. Ja, dit was mooi. Mooi door het centrum heen. Prachtig parcours vandaag. 70 kilometer is niet een wedstrijd die jullie veel rijden. Nee, ik ben er wel blij mee, want de eerste uur is toch is iedereen nog fris en de tweede uur wordt pas mooi. Is helemaal goed. Dus vandaag even wisselen, want het moet 2-1-3 zijn. Ja? Dus Lotte, jij mag je gang gaan. Dames en heren, de zoenen en de bloemen voor Han van de Poppen. Uitgereikt en gegeven door onze rondemis Lotte Altena. Dan weet je niet wat je hoort op dit moment. Kas Jansman! Bijna. Een beetje hoger dan wat. Ik bedoel maar, het kan allemaal in korte tijd heel snel veranderen. Je begint met 2, je gaat gewoon naar 1. Nou ja, zeg maar een week later. En dan komt Lotte eerst jou de beker overhandigen. Een beker voor de winnaar van de Ronde van Rijssen, oftewel Dwars Deur Riessen. Dan de bloemen. Het podium van Dwars Deur Riessen 2018. Hoe was de ronde mis? Ja, dat was natuurlijk extra motivatie. Hey, dat bedoel ik, maar beter voor jou. Nog één keer een afscheidsapplaus voor onze ronde mis voor Lotte. Morgen is ze de hele dag in touw voor de ronde van over.